We zitten hier in een arbeiderswoontje in het hartje van de Zeefhoek. We hebben het vernieuwd en er is ook een heel nieuw watersysteem klaargemaakt. Er waren twee septische putten, dus we hebben er één een regenwaterput terug van gemaakt, waar we de wc's en een aantal andere tapkraantjes hebben op aangesloten. En de tak achteraan hebben we eigenlijk een regenwaterton op aangesloten. En daar een overloop en die gaat naar een vijvertje. En die overloop van die vijver gaat er weer naar een infiltratiebekken. In Europa gebruikt men ongeveer 135 liter water per persoon per dag. Nog los van besparen kun je ongeveer de helft van deze hoeveelheid vervangen door hemelwater. Slechts een klein deel hoeft te bestaan uit extra zuiver water en drinkwater. Het is belangrijk om regenwater te hergebruiken, omdat je dan minder leidingwater nodig hebt. Want leidingwater kost geld en is ook sterk gezuiverd, terwijl dat je niet voor alle toepassingen in huis zo'n zuiver water nodig hebt. Naast het gebruik van hemelwater kan je het ook opvangen en daarmee het riool ontlasten. Uit onderzoek blijkt dat daktuinen gemiddeld 62 tot 100% van het hemelwater kunnen opvangen. Wij zijn in het Ecohuis Antwerpen. Dat is eigenlijk een demonstratiecentrum voor bewoners van Antwerpen. En je kunt hier alles komen leren over verbouwen van een huis in de stad. Een groen dak is eigenlijk dat je planten zet op jouw platte dak, maar het kan zelfs op een schuine dak. Tot ongeveer zoiets. Een groen dak is heel nuttig, omdat als het heel hard regent bijvoorbeeld, dan vangt die de regen even op en het laat het veel trager los. Dus de riolering wordt niet overbelast. En ook een heel groot deel van de regen gaat gewoon terug de lucht in. Dus je werkt ook aan het stadsklimaat. Je koelt jouw stadsklimaat in de zomer met jouw groen dak. Dus we vangen het regenwater op van de tak. Dat gaat gewoon de regenwaterinstallatie benedenin. Dat is een gemitste regenwaterput van 5000 liter ongeveer, dus een redelijke oppervlakte. Het systeem is heel simpel. Als we niet voldoende regenwater hebben, wordt het bijgevuld met leidingwater. Zodat we continu kunnen genieten van water om te spoelen voor de kraantjes enzovoort. Dus we hebben een drie filtersysteem. Eén, we hebben gewoon een opvangfilter, een bladfilter eigenlijk, dat er geen bladeren bij het regenwater terechtkomt. Dan typisch is ook dat de pomp niet echt op de bodem zit, maar iets erboven. Vandaar dat wordt water afgezogen. En eigenlijk wordt daarna nog gefilterd, zodat dat water dat we in onze wc's hebben eigenlijk kraaknet is. Je moet ermee rekening houden dat jouw dak sterk genoeg moet zijn. Jouw dak moet in orde zijn qua waterdichtheid. En daarna kijk je nog van waarvoor wil ik het gebruiken. Ga ik het zien of is het echt alleen voor regenwater terug te houden? Of wil ik misschien het ook gebruiken als een terras? Dan ga je bepalen hoe dik jouw substraat is en hoe jouw beplanting gaat zijn. Het is heel moeilijk in een bestaande woning om nog een put te steken. Dat gebeurt niet zo heel vaak, maar de mensen zijn zich er wel meer en meer bewust van. Ook omdat de waterprijs stijgt en omdat het milieu belangrijker en belangrijker wordt voor veel mensen. Ja, we moesten toch het systeem aanpassen, maar we een nieuwe wc gingen plaatsen. We hadden de mogelijkheid om die regenwaterinstallatie terug in gang te zetten, waardoor ook ons verbruik wat naar beneden halen. Trouwens was ook zo, een paar jaar later is onze straat heraangelegd. En de Europese regelgeving zegt als een straat heraangelegd wordt, dat er een gescheiden stelsel komt, dus voor grijswaterafvoer en voor het hemelwateraanvoer. Dus onze woning is daarvoor in orde, dus wij kunnen apart het afvoer van het vuilwater doen, apart doen met een overloop van het regenwater naar de straatzijde laten lopen. In de stad is bijna iedereen aangesloten op de riolering, maar ze zouden heel graag een gescheiden rioleringsstelsel plaatsen waarbij dat hemelwater en afvalwater gescheiden worden afgevoerd, omdat het hemelwater niet meer gezuiverd moet worden en het afvalwater wel gezuiverd moet worden. En waardoor dat dus de zuiveringsstations minder overbelast worden. Het enigste onderhoud dat we hebben is om het jaar of twee jaar is de filters uitkuisen, indien we dat wensen. Want nu zijn ze op dit moment heel vuil, maar toch is alles heel proper. En eigenlijk alles vult zichzelf automatisch bij. Dus je hebt er eigenlijk
geen omzien naar. De kost van een put, een pomp en de aansluitingen zit ongeveer rond de 1500 tot 2000 euro. Je kunt daar dan voor een premie krijgen. En natuurlijk, na een paar jaar heb je dat terugverdiend omdat je minder leidingwater nodig hebt.